Wij schilderen een portret van een markante persoonlijkheid in onze gemeente, moeder Schaefer. Door haar ogen krijgen we een beeld van deze Sinti-gemeenschap in Gerwen. Een interview met haar hebben we opgesplitst in 3 delen, het geloof, het leven en de muziek. Helaas is ze op 18 februari overleden op 81-jarige leeftijd. Dit is deel 1, het geloof. Hoe belangrijk is het geloof voor jullie? Oh, als die niet meer is, dan is niks meer. Van evangelie. Christenen zijn we christenen. Ik heb maar 1 bij. Die andere 4 die moeten nog komen, vooral Paulus. Dat is mijn kleinste, hè? Die is 41 jaar, maar daar ga ik ervoor. Ik breng hem altijd bij de Heere toe. Ik zeg, pak hem toch, dat hij toch in de kerk gaat. Zo, u spreekt gewoon, de telefoon. Zo doe ik. Nou, en dan hij zegt, mama, ik kom wel. Ik zeg, jongens, ik wil graag, als ik mijn ogen dicht maak, dat jullie allemaal bij de Heer zijn. Bij de Heer, dat wil zeggen dan, de harten God geven. Daar ben ik ook blij mee. He? En dan mijn kleinzoons, allemaal grote, die moeten het ook bekeren. Wel nou, vroeger was het met de gitaar, viool. Nou is het gewoon met de cd. Cd op. Maar we hebben wel goede zangeressen. En mijn man was een voorganger van evangelie. En hij deed ook samenkomst maken. Samen waren het allemaal samen. Nou, dat deed hij ook. Nou, en nou doet het mijn zoon. Die heet Stanley en die woont op West. Waar je gaat is Sinti spelen. Of mooi zingen. Is dat de manier van communiceren met elkaar? Of is dat contact maken? Ben je gelukkig dan? Ja, zeker, zeker. Als ik ziek ben en die meiden beginnen te zingen, kom ik op. Ik voel me zo goed. En dat geeft kracht en blijdschap. Weet je, ik ben zo blij. Dat heb ik wel. En we gaan ook heel veel bidden, ook mijn man, voor de zieken. Zijn er onze mensen, ook voor andere mensen die ziek zijn. En mijn zoon legde de handen op de zieken. Dat heb ik met mij gedaan. En de dokter zegt, je bent nog niet uit het ziekenhuis. En ik zie niks, maar toen bij mijn zoon kwam, toen huilde ik. Zei hij, wat is het nou? Ik zeg, zo. Oh, zei hij. Hij legde de handen op mij en ging die bidden. En in de naam van God ben ik genezen. Toen kwam de dokter, mijn zoon heeft met hem gesproken en alles. Nou, zei hij, mijn zoon wou dat ze mijn onderzoek aan doet. En de skin en alles. En ik wou niet, maar hij wou dat wel. En mijn man en die meiden allemaal, hè. Maar ik ging wel. Kijk, nou ben ik hier. Halleluja. Dan is het altijd om woensdag om 7 uur gaan we allemaal binnen. We hebben daar een kerk soms. En dan komen de mensen allemaal binnen. Wij natuurlijk. En toen zegt mijn zoon, we beginnen met onze samenkomst. Andere kleinzoon van 20 jaar, die gaat vertalen voor mijn zoon. Heeft u niet die zorg aan die? Mag ook nieuw kracht vandaag zijn. Weet je, vertalen. En mijn andere zoon van 22, die zingt met de moeder meer als voor opa. Die zingt zo mooi. Danino.
dan kan ik wel huilen. Soms kan ik huilen wel. Allemaal voor hem. Een kleintje van 3 jaar, mijn kleinzoon, die zingt ook op onze taal een liedje. Zing hem een lijfbeste. Mondo heet hij, Mondo. Dat is mijn kleinzoon, zo groot, 3 jaar. Ja, hij zingt heel goed. En toen, dan beginnen we te zingen. Nou, we hebben een liedje uitgezongen, dan beginnen we dan de bidden. Dat doet dan mijn jongen. We gaan naar de hoofd buigen, zo, weet je. Ik heb altijd een hoofddoek op als ze bidden. En dan begin ik te bidden, voor iedereen. Komen er veel mensen. Nou is er 4 bekeerd. 4 stuks. Er kwamen 4 stukken bij ons. En die ene die was, ik denk dat hij niet goed was, was iets. Dat is, ik vergeet zoveel. Nou, en toen zei mijn zoon, die ziek is, of die zijn hart aan God wil geven, steek je hand omhoog. Weet je wel? Nou, en dat is gebeurd. En dan kwamen er 4 bij. Vrouw en man. En er komen ook veel, veel zieken genezen, hè? Ik ben zelf ook genezen. En dat jullie hier zo met z'n allen dicht bij elkaar wonen, is dat ook belangrijk voor jullie muziek en voor deze samenkomsten? Zeker, zeker. Maar die zijn niet allemaal, wat wij doen, zijn er niet allemaal bij. We hopen het. We trekken die ook een beetje bij ons, met zingen en met alle en we gaan ervoor bidden altijd, hè? Dat we weer dat doen. Ik heb nog 4 zoons. Die zijn nog niet bij de heren. Ja, ik bedoel dan de hart nog even God gegeven. En ik heb nog kleinkinderen. Goh. Maar, dat zit eenmaal in ons. Dat doe je niet dan. Dat zit eenmaal in en dan komt dat. Ook elke Sinti. Komen er ook mensen van buiten naar de diensten? Ja, ja. Wie zijn er allemaal welkom? We krijgen ook Duitse mensen uit Duitsland, die komen ook hier bij ons. Mijn zoon, die gaat 700 kilometer, hebben wij 3 samenkomsten, 3 kerken, uit deze kleine kerk uit. Huh? Oh, dat is zo'n grappig van dieren. Maar, er waren mensen ook, zouden we zeggen, van alle zee. Wat van alles. En dan gaat mijn zoon met jullie praten. Dat hij de Heer aanneemt. En het is een goede weg. En zulke dingen wat hij allemaal zegt. Hè. Nou, en het is nog zo geluk. Dan komen ze bij God. En dan rest. Wat ze gedaan hebben, dat doen ze niet meer. Dat willen wij ook graag. Hè. Ons geloof is ook, als wij ons ogen sluiten. De ziel gaat naar God, de lichaam gaat in de grond. En die hoop hebben wij. En mijn gebed is altijd onze Vader die in de hemel zit. Dat is het grote gebed van mij. Ook wat er gebeurt. Kunt u zich nog het moment herinneren dat u het geloof voelde? Ik kwam een broeder uit Frankrijk hier, broeder Nene. En die ging het in vertellen. En wij waren helemaal op die poppen, lieve vrouw. Die poppen, die hadden wij in de. Hadden we een klein wagentje en er waren overal van die beelden. Nou. En toen zei die broeder Nene: wat is dat dan hier? Overal. Ik zeg: dat is onze lieve vrouw. Oh, die bid ik aan. En toen zei die: nee, helemaal verkeerd. Ik zal je dat iets vertellen.
toen vertelde hij dat, de blijde boodschap van Jezus Christus. Zulke ogen deed ik, dat kan niet. Want mijn moeder en vader leefden nog. Die geloven dat ook niet. En hij ook niet. Die man zei wel de waarheid. En toen dacht ik, oh jee, dat kan toch niet. Toen zei hij, dat baat je niks. Maar als het kapot valt, wat doe je ermee? Het is kapot daar. Ah, zei ik. Dan raap ik ze langzaam op. En dan doe ik ze in de prullenbak. Dat bedoel ik, zei hij. Dat is toch zo? Ik schrok dus van, ja, heeft hij toch gelijk? Nou, ik zeg, nou, dat is wel waar wat je zegt. Kwam hij 5 jaar lang, maar in die 5 jaar hebben wij ons geparkeerd. En er was hier een klein kerk, we hebben een grote kerk nou, een beetje. En daar hebben ze ons gedoopt. Een witte jurken aan, de haren mooi met wit, weet je. Allemaal, mijn moeder ook, we waren allemaal witte jurken aan het langen. En dan gingen ze ons dopen. Hoe Johannes te dopen is, hebben ze gedaan, wij en de lieve heer. Wij zijn ook zo gedoopt. Johannes de Doper heet hij. En toen ben ik naar de samenkomst geweest. En er zijn verschillende vrouwen, ook mannen. Die worden gedoopt in de Heilige Geest. Ik weet niet of je dat weet. Nou, wij waren dan in bed en alles. En ik hoorde veel en vreemde tongen spreken. Vreemde tongen. Ja, oh. Ik wist, hoe komt dat? Veel, veel vrouwen. Ook mannen, dat mij wel kent dat nou. En ze zeggen toch, als je christen bent, dan krijg je dat ook. Ja, na je geloof zal het geschieden. Begrijp je? Komt tot u en ook. Kijk weer terug. Met die koopwaardigheid. Wat je alles gedaan hebt. Dat is waar, dat wij toe. Elke schrijf. U heeft het gewonnen. U heeft voor ons gestreden. Nou, ik kwam binnen bij mij. En ik zit daar op de stoel. Er kwam een burgemeisje in. Die kwam al jaren hier. Ook een samenkomst altijd. En zij keek op mij en zegt ze. Goeie samenkomst. Ze zegt ja. Toen zei ze, ben jij nog niet gedoopt in de Heilige Geest? Ik zeg, nee. Nou, zegt ze, wil jij graag dopen in de Heilige Geest? Ik zeg, ja. Gaan we samen bidden? Ik zeg, ja. Ik ben net uit de samenkomst. Maar ik ging bidden met haar. Toen ik bad, toen ging zij spreken in vreemde tongen. Ik zeg, dan moet je goed opletten, eer dat ze dat zei. Je hoort mij dadelijk ook in vreemde tongen spreken. Goed hoor, ik zei ja. Doch, ik ken dat nog. Zij zegt, je krijgt het ook. Doch ik. En mijn gedachten, dat vergeet ik nooit. Zij ging spreken in vreemde tongen. Maar wat ze zei, dat wist ik dan niet. Dat is een gesprek, geheim gesprek met de heren. Nou, en de vele mensen, ik heb het vroeger nooit geloofd. Maar nu dat ik het zelf heb, zeker geloof ik daarin. En zij ging een hele tijd spreken in vreemde tongen. Bam, dan had ik dat ook. Ging ook spreken. Altijd harder, altijd harder, altijd harder. En ik huilde. Niet houden. En toen kwam mijn man binnen en zei, wat is gebeurd, wat is gebeurd? En toen sprak ik dat zo. Hij was zo blij. Hij zegt, hoeft niet bang te zijn of zo. Zei hij, dat is 100%, dat is goed. En dan hij was gedoopt eerst. En toen, ja, toen was het voorbij. Een paar dagen later, naar bed. En ik weer wanker van hem. Hij spreekde in vreemde tongen. Maar hij sliep. Hij sliep. Ik dacht, wat is dat nou? En ik keek naar boven. Ik zeg, lieve heer, is dat nou? Was het? In vreemde tongen. Zo blij. Wil je niet geloven als je dat hebt. Dan kan je bergen verzetten. Dat is echt waar.
en zo blij. En dan mogen we ook bidden voor ons mannen, leggen de handen op de zieken. En in de naam van Jezus voor ze genezen. De meeste wel. Maar, nou, je geloof tot al het geschieden. Maar je moet geloven. Als je geen geloof hebt, ja. Deel 2. Het leven. Vergeest u, wanneer u komt, dein altes leven. Wie kanst du, wanneer du willst, ein neues leven. Wat is eigenlijk de oorsprong van de Sinti? De oorsprong, hoe heet dat nog? Is dat? Ja, van India, zeggen ze. Het hebben jullie, iedereen heeft een land. Maar wij, Sinti, hebben geen land. Ik ben geboren in Rotterdam. Nederland. Ik denk wel eens dat het zo jammer is dat de mensen niet precies weten wat die Sinti-cultuur nu eigenlijk is en die rijkdom daarvan. Ja, de meesten komen er bij ons en praten ze zo. Dan zeggen ze, hadden wij maar zo'n vrije leven. Dat zeggen ze dan. Gewoon burgermensen. Maar ja, ik zeg, wat vrije leven. We moeten ook werken. U heeft zo'n bijzondere naam. Ja, een mooie naam. Dat is een popje, vroeger. Ik was zo groot, zei mijn mama altijd op mijn taal, poepa. En dat is een popje. Maar u wordt ook wel anders genoemd. Ja, dat komt door mijn kleinkinderen allemaal. Die hebben me de naam gegeven, Maaike. Dan kan ze het eerder uitspreken, zo, weet je wel. En uw man is? Settela. Kunt u eens vertellen hoe jullie elkaar hebben leren kennen en hoe dat ging in die tijd? Ja, ik had 3,5 jaar verkering met mijn man. Maar mijn ouders wisten dat niet. Lange laat wel, een beetje zo, weet je. En wij stonden in Veldhoven. En jullie stonden hier, Gerwe. Nou, ik was 17. Ik met de zuster van hem zat in de auto bij hem. Mooie auto had hij al die tijd, een Pontiac. Die anderen hadden dat allemaal niet. Gewoon sloopauto's, kan ik zeggen. Maar hij deed zijn best. En hij was iemand die stoeide graag. Dat wist ik dan. Nog geen gedacht. Hij ook niet. Hij wil, ik niet. Nou, een gedachte, dat heb ik vastgehouden. En gegeven, bam, bingo. Zo moet ik het zeggen. En hoe lang hadden jullie verkeerd? 3 jaar, denk ik. Had ik nog, was 6 jaar samen. Ja, we waren wij in Veldhoven. En toen ging ik en dan zei hij, kom, we gaan in Helmond op de markt. Ik zeg, ja. Maar mama wist het niet en mijn papa. En ik met z'n vieren weer in die auto. Gaan we naar de markt, ja, ja. Gingen we naar Nijmegen. Dan gaan we nog altijd weglopen. En dan bij ons is het weglopen, overnachten, man en vrouw. Nou, en dat deden we. Ik wou dat niet. Ik zeg, nee, ik wil niet, nee, nee. Ik wou niet. En toen kwamen Sanderdaags al terug. Want dan, ik dacht, laat ons nog maar wachten. En ik was een week bij mijn man, was ik 21. Ik was wel getrouwd, ik was gewoon een ik had een jurk van, heb ik gekregen uit Parijs. Een blauwe, vergeet ik nooit. Anders was het normaal wit, dat is ook bij ons wel. Maar dat was een blauwe, zo mooi, die had ik aan. En hier zo'n witte bloem, je weet hoe het gaat. Gingen we trouwen. Maar niet hoe nauw dat gaat met trouwen. Verdamme, nee.
Gewoon tas koffie en koekje erbij, goed. En eten. Was dat hier? Veldhoven. En hoe zag dat getrouwde leven eruit? Ja, daar had ik een mooi kampeerwagentje. En ja, een auto hadden we, dan kon ik overal reizen. Kampeerwagen achter die auto en dan gingen we overal heen. Niet in vreemde landen, later toen mijn kinderen al zo waren. Dan pas naar Frankrijk, want allemaal naar samenkomsten. Zo mooi, oh. Duitsland, heel mooi. En hoe ging dat dan als jullie zo aan het rondreizen waren? Ja, dan gingen we toch mooie plaatsen kijken. Staan. Waar leefden jullie zoal van? Ik deed vroeger de toekomst. Toekomst zeggen. Dat doe ik nog niet. Ik ben arm, maar rijk in de Heer. Als je begrijpt wat ik wil zeggen. Ik ga geen toekomst meer zeggen wat niet waar is. Dat zou ik nooit doen. Enkel voor business, vroeger. Ja, dan zie ik, er zijn twee heren in het spel. Een donkere en een blonde. En die houden van jou. Ja, zegt dat klopt. Weet je, zulke dingen, dat komt eruit. En die vrouw, die was al getrouwd, had twee kinderen. Ik zeg, en die blonde, die houden van jou. Ja, zegt ze, ik hou van hem ook. Ik zeg, stil blijven, ik ga je toekomst zeggen. Zeg, en als je dat doet, dan loopt het helemaal verkeerd af. Je moet bij je man blijven. Weet je, zo ging ik dat doen. Toen kreeg ze angst. Oh, dan doe ik dat ook nooit. Nee, ik zeg, nee, moet ik ook niet doen. En morgen vroeg, uur of negen, gingen wij op pad. Iets te verkopen, hè, voor de kinderen te eten. Dat ging allemaal. Maar dan kwam de politie al, jullie moeten dadelijk vertrekken. Mag niet. Altijd verjaag, weer verder. Dat deden we wel. Ik had gewoon een grote tas met handen. En hij deed een beetje auto's ophalen, verkopen, zo, weet je wel. Je moest er ook cent hebben als de auto kapot gaat of zo. Blijf eender wat. Je moet toch een beetje wat hebben. Nou, dan ging ik naast de deuren aanbellen, komen ze voor. Ja. Ik zei, mevrouw, heb je iets nodig? Soms keer 5 delen, soms keer 2 delen, ging ik uitpakken. Nou, die dag was goed. En dan ging ik de boeren op. Ik kreeg aardappelen. Ik mocht in de tuin daar met jullie, met die vrouw dan. Witte kool, rode kool, sla. Dan mocht ik hebben. Ik gaf een kaartje knopen en dan had ik dat allemaal. Tot wanneer heeft u dat nog gedaan, langs de deuren gaan? Weet u dat nog? Nou, wacht even. Ik ben al 12 jaar niet meer gedaan. En wat verkocht u dan zoal? Geef eens een voorbeeld. Knopen, nieuwe knopen, hè? Dat ging oude natuurlijk. Knopen, elastiek, pleisters, kammen, zulke dingen allemaal. En die mensen die kochten ook al vroeger, nou niet, nou kopen ze zeker niks. Nou hebben ze voor een kwartje 5 kammen tegen ons die tijd. Hoeveel kinderen heeft u? 4 meiden, 5 jongens, 22 kleinkinderen. Ik denk 36 achterkleinkinderen. Met babytjes komen ze hierin. Anders hebben we zo'n wieg hier staan, zo'n ledekant gaan ze daarin. Dan ben je zo'n lekker zo. Zijn er momenten dat jullie met z'n allen bij elkaar zijn? En vertel er eens wat over. Ja, dat is goed, dan komen we dan samen. Zondag hebben we dat ook. Gaan ze allemaal hier eten, hè, Bella? Bella eet ook hier. Haar 2 zusjes eten hier. Haar moeder, haar vader. Haar vader is Paulus, hè. Nou. Ze gaan toch gewoon hier in het dorp naar school, hè? Zeker, zeker. Mijn dochter, mijn kleindochter, die gaat hier Nune naar school. Heel veel anderen zien deze kinderen. Ook voor Nune. Allemaal familie, één familie. Gentonina. Heeft u zelf ook de kans gehad om naar school te gaan? 1 week op school gingen we weer weg. Daar, een paar dagen op school weer weg. En lange laatst, ja, dan houdt het op. Mijn kinderen allemaal hier. Deze school, wouden ze niet, de mensen. Nee, geen kinderen op school. En dan wouden ze iets maken, enkel voor de zigeuners. Ze zeggen nee, dan gaan mijn kinderen ook niet. Dan leren ze nog niks. Zeg, die moeten tussen de kinderen. En jullie moeten jullie leren. En mijn man ook.
Vele mensen hier van het kamp hebben dat gezegd tegen jullie. Nee, pakken we niet aan. Kijk nou, dan zijn ze met onze kinderen, de burgersmeisjes zo. Die komen met dokter toch vrienden, vriendjes en meisjes dan. Dan komen ze bij haar spelen. Nou, en die anderen ook allemaal, dat vind ik toch fantastisch zoiets. Dan weten de mensen ook hoe wij zijn. Want vroeger was anders niks. Kwamen met de wagendeur rijden, een paard. Oh, pas op de zigeuners, die gaan hun kinderen meenemen. En iedereen had 7, 8 kinderen. Hoe ken dat, hè? Maar dat is niet leuk, hè? Nee, helemaal niet. Helemaal. En dan gingen de gordijnen zo even kijken en dichtmaken. Zo angst. Dat was toch niet goed. Gingen mensen wel met jullie in gesprek of was dat uitzonderlijk? Lange laat, toen we langer waren, waren de kinderen al een beetje groter. Dan ging het een beetje. Er zijn ook mensen bij die zeggen, nee, dat is niet goed wat die doen. Er zijn toch mensen bij die zien dat. Die mensen pakken kinderen mee. Maar onnodige praten is dat. Bij elke Sinti gingen ze dat zeggen. En dat is toch niet goed. En het feit dat jullie met de muziek zo beroemd zijn geworden, heeft dat misschien nog een beetje een positief effect? Nou, de mensen zijn zo met ons. En iedereen mag hier komen, komen ze binnen, krijgen een tas koffie, praten, gesprek zo. En het hier zo samenwonen, wat brengt dat u? Heel goed, veel liefde. En we gaan ook elkaar helpen. Of ik zou maar zeggen, als één niet kookt, die krijgt wel zo borden eten. Die stierborden, die andere stuurt dat, die ene. Dan komen ze binnen, kijken ze. 3, 4 borden hebben ze daar. En met de kinderen mee hebben ze genoeg van. Weet je, zo doen we dat ook. En voor mij ook, als ik vandaag, als mijn dochter niet kookt of die andere niet, dan komen ze thuis, dat ze daar eten staan. Weet je? Dat wel. Ik was ook ziek, heel ernstig ziek. En ik heb al 23 jaar dat ongenezen ziekte. Je weet wel de ziekte, hè? Nou, ik wil de naam, maar ik kan het niet noemen. En 23 jaar al. En dan moest ik op controle komen bij de dokter. En hij keek, hij gaf me de hand. Toen zei die vrouw Scheter, ik dacht dat je al dood was. Ik zeg, nee. De laatste woord heb ik jullie weer. Geloof het maar, zulke ogen deed hij. Ik dacht, ja, hè. De dokter kan veel zeggen. Het is ook maar nog een mens hier op aarde. Die kan zijn eigen ook vergissen. En toen kreeg ik dat, die benauwdheden. Dus ik moest van mijn dokter weer naar het ziekenhuis. Heb ik gedaan. 2 weken ingebleven. Zij sliep bij mij. Dan die andere dokter, maar de meeste zij. Bij mij. Nou, en toen was ik ook niet meer zo bang. Want ik ken die woorden niet. Verstaan van de dokter. Soms zeggen ze woorden, dan sta ik daar. Jullie kennen dat wel. Nou willen ze dat de cultuur van de Sinti's en de muziek erfgoed wordt, zodat het beter bewaard blijft. Wat vindt u daarvan? Mooi. Waarom is dat belangrijk, volgens u? Het gaat over de hele wereld, moet je denken. Wat is nou het bijzonderste van hier zo allemaal bij elkaar wonen? Wat het mooiste is, vind ik, dat ze allemaal bij de heren komen. En zingen en loven en prijzen en bidden voor de zieke mensen, dat is mijn.
Morgen begin ik te bidden. Dan heb ik hele dag pauze. De halve dag, dan begin ik weer te bidden. Dat zit eenmaal in mij. En dan s'avonds, als ik naar bed ga. Anders kan ik niet slapen. Ja. En dan ben ik zo blij. Ik krijg rust over mij. Ja. En ik ben blijdschap en zo. Ook omdat ik soms heb ik veel pijn. En ik ben een kankerpatiënt. Maar dat merk ik helemaal niet. Thanks to me, Jesus. Komt u eigenlijk aan dat u die stoppeltjes allemaal zo leuk vindt? Hoe is dat gekomen? Ze weten dat ik van hout, die komen uit Duitsland. Ja. Van mij meegenomen, van mijn verjaardag was dat. Ja. En die heeft dan Lamla gebracht. Ja. Nou, en die heb ik ook gekregen van mijn dochter dan. De rest, die krijg heel veel. Ook de kinderen af mijn verjaardag is of zo, dan krijg ik zo... Ja, ik ben een beetje van vroeger, weet je. En dat vind ik zo leuk. Ik kan er niks aan doen. Het lijkt een beetje een kabouterhuisje, zo. Ja, maar het lijkt ook een beetje Spanjool, hoor. Dat zit er eenmaal in. Waar ben je dan geboren? Oh, in Rotterdam. In Rotterdam. In een huis of in een woonwagen? Nee, in een ziekenhuis. In een ziekenhuis, ja. 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 Daar ben ik geboren. Rotterdam. En de familie woonde op het kamp of in huizen gewoon? Ja, overal. Ik ben het verspreid. Ook in Rotterdam wel eens. Maar je vader en moeder in een zigeunerkamp of niet? Wat zegt hij? Vader en moeder in een Sinti-kamp, in een zigeunerkamp of in een huis? Nee, we waren in een huis. In een huis. En nog andere Sinti in een huis. Wanneer was dat? Voor de oorlog. Voor de oorlog, ergens, ja. En dan gingen we van Amsterdam weg. Mm-hmm. Dan kwamen we aan met, hadden we gewoon een kinderwagen. Ja. Een paar pannen erop. En toen gingen we. Te voet met een vriend van mijn man weer. En een neef van mijn moeder. Wacht even. Had ook kinderen. Jullie gingen lopend met enkel een kinderwagen bij je met een paar pannen erop? Ja, ja. En hoe oud was je toen? Ik ben 79. En dan... Ik heb de oorlog meegemaakt, 5 jaar. Ja, natuurlijk. Maar toen gingen jullie van Amsterdam weg. En dat was... Overal lopen, bij de boeren slapen. In de oorlog? Wat eten. En weer deur tot Eindhoven kwamen we aan. En toen... In Eindhoven kwamen we aan. Ja. Toen waren daar huizen, die waren niks, geen woning of niks, geen mensen in. Nee. Toen gingen wij daar in die huizen om. We waren wel blij. Ja. Nou. En dan ging mijn vader een wagen kopen, een klein wagentje. Nou, dan waren we rijk. Mm-hmm. Was ik heel blij. Ja. Oh, mijn moeder was zo blij. Hadden we een wagen en er stonden heel veel zigeuners daar. Heel veel Sinti. En ook andere mensen stonden daar op die kamp Eindhoven. De oude kamp van Eindhoven, naast de kanaal was dat vroeger. Ja. En toen zo'n beetje ging altijd beter. Mijn moeder die ging dan venten, met een beetje handel. Ja. En wij waren nog thuis, waren nog, ja. En we hebben mooie dingen meegemaakt en ook rare dingen. Mm-hmm. Zware dingen. Ja. En toen waren de ouders allemaal. Mijn moeder. Ik, mijn,
opa, die eerste dag. Ja. En nog meer mensen allemaal weg. De concentratiekamp heet dat. Auschwitz. Nou, toen hebben wij, we gingen de hel deur. Ja, natuurlijk. Ja. Ik was nog wel klein. Ik denk, meen ik van 8 jaar, 9 jaar, zoiets. Maar mijn moeder ging veel huilen. Maar ik ook, was daar bij mijn moeder. Ik kon toch allemaal, met mijn ooms en mijn tante, kon ik toch allemaal. Ja. Allemaal op de Auschwitz. Ja. Nou, hebben heel veel van geleerd, mijn vader ook. Maar ja, daar kwamen we ook overheen. Over. Mm-hmm. En we kregen ook goede dingen. Mm-hmm. Vreugde en echt blijdschap. En dan kwamen de mensen van Auschwitz terug. Ja. Die konden we ook heel goed. Waar was mijn vader, mijn moeder heel blij. Natuurlijk. Familie. Ja. Nou. En die vertelde dan in. En mijn oom, die ging net zo spelen hoe Paulus aan Stochelo. Mm-hmm. En want die had, vroeger ging Django Reinhardt op de radio. Ja. En toen, ja, velen liepen daarheen. Ik liep ook heen. Ja. En die andere meiden. We waren altijd aan het zingen. Ja. En daar ging mijn oom van leren. Mm-hmm. Nou, en die kon zo goed spelen. En dan op, in Auschwitz, dat, mama weet dat niet, heb ik ook niet gezegd tegen mama. Dat telde mijn vrouw in van Auschwitz. Mm-hmm. Mannen, hebben hem zijn armen gebroken. Oh, te erg. Waar hij mee spelen kon. Ja. Geloof je niet wat wij vaak geleerd hebben? Ja. Mama wist dat niet. Heb ik ook nooit gezegd tegen mama. Nee. Een oude vrouw en een man. Mensen vertelden dat. Ja. En ik ging altijd zingen met 4 meiden. Mm-hmm. Ging ik zingen. En wij zongen zo mooi. Zo mooi. Als ik daar aan denk, dat was mijn hobby. Zingen, dansen en zingen. Maar zingen wou ik de meeste. Ja. En ja, die meiden waren ook weer open Auschwitz. Ja. Die konden zo goed ook aan me verband. Ja. Oh, ik ben er overeen, omdat ik bij de Heer kom. Ja. Ben ik. Anders. Waar is. Maar ja, toen kreeg ik weer een paar maanden terug, had ik heel veel pijn. Ik kon niet meer lopen. Ik dacht, oh Heer, help mijn dochter. En toen zei de Heer, ik geef jou geen last dat je dat niet dragen kan, want je kan het dragen. Nou, daar zit je dan. Nou, dat was er ook. Ja. Nou, kijk, ik ben er nog. Ja. Oh jee. Ja. Zulke mooie dingen krijg je dan te zeggen zo, hè. Ja. Dat is dan een uitlegging. Ik begrijp het. Ja. Ik vraag het van hem. Hij geeft het hem. En mijn gedachten,
En dan begin ik te spreken, maar dat zijn de woorden van hem. Wat is dat? Ja. Dat is zo mooi. Ja. Wil je niet geloven? En ja, en ik ben blij dat ik bij de Heer ben en dat mijn kinderen ook bij, die anderen, die komen ook. Als het nou niet is, dan komen ze gewoon als ik mijn ogen dicht heb. Ja. Dan zijn ze toch. Kijk, als mijn kinderen iets gebeurt, dan weet ik zeker dat de Heer zegt. Ja, weet je zo? Natuurlijk. Ach, mondok heb, kijk voor wat mijn vrouw is. Kijk nou. Even mondok even kussen. Apicham los apicham. Was de gang. Ah, dan moet je het zoomen. Ja, alle engel. Je moet een moment even delen, Leske. Dan is het lekker wat gepalden. Mama. Ha? Dat is mondok, hè? Dat is mijn kleinzoon. Ja, ik ben de gek op. Die komen ook altijd hier. Ik zeg ook mama tegen mij. Ja. Maar mij noemen ze Maaike. Iedereen zegt tegen mij Maaike. Ah, Maaike wil zeggen oma. Ah ja. Maaike is oma. Het is een heel leuk woord. Ja, een mooi lief woord. Ja. Nou, dan heb ik nou deze naam gekregen van mijn kleinkinderen. Dat is mooi. Ja. Trots op. Maar mensen hier hebben toch vaak twee namen eigenlijk, hè? Zoals, de jongens? Ja. Ja, zeker. Dat dus je doopnaam en je Sinti-naam. Ja, wij gaan de kinderen niet dopen. Wij dragen ze op voor de Heer. Ja. Dat doen wij. Ja. Ja, ja. Zo zijn de Sinti, hè? Ja. Dat is overal, enkel een keer. Overal hebben de kinderen twee namen. Ja. Nou, ik heb ook zelf twee namen. Ja, wat zijn jouw twee namen? De tweede naam heb ik van mijn kleinkinderen gekregen, dus... Maar ik ben er blij mee. Ja. En de oorspronkelijke naam? Poepa. Ja, dat betekent een popje. Ah, wat een leuk. Ik was klein en dan zei mijn moeder altijd, dat is net een popje. Oh, wat dat is de Sinti-naam. Hè? Ja, de echte Sinti-naam. Ja, hè? Mooi. Poepa. Een hele lieve naam. Er zijn veel Sinti die vrouwen heet Poepa. Ja. Dat is bij ons zo. Ja. Ja. Dat is ook een mooie naam. Ja, meid, zo leven wij. En... Ik ga, 's morgens begin ik te bidden, dan heb ik de hele dag pauze. De halve dag, dan begin ik weer te bidden, dat zit eenmaal in mij. En dan 's avonds, als ik naar bed ga, anders kan ik niet slapen. Ja. En dan ben ik zo blij, ik krijg rust over mij. Ja. En ik ben blijdschap en zo, ook omdat ik soms heb ik veel pijn. En ik ben een kankerpatiënt, maar dat merk ik helemaal niet. En ik weet zeker dat ik heel lang bij mijn kinderen blijf. Mijn moeder had het ook gezegd. Mijn mama is 202 jaar geworden. Ja, fantastisch, hè? Nou, en dan, ik ben er blij als de kerk begint. Ja. Ben ik zo blij. Mooie liederen zingen die meiden. Ja, ik weet het. Ze zingen altijd mee. Ja. Nou, dan ben ik zo blij. Als ik de Heer niet had, dan was ik er dood. Dat weet ik zeker. Ja. Maar hij leeft. Elke boodschap breng ik bij hem. Ja. Zo weet je, als ik op mijn tong heb wat zwaar of zo. Ik ga bidden voor iedereen, voor jullie, dat jullie met Paulus werken. Ja. En voor hun beurzen. Ja. Daar bid ik ook heel veel voor, Erpa en met die vrouw van hem dan. Nou, op de kamp pak ik gelijk allemaal aan. Ik ga tot nu net met mijn gedachten. Fantastisch. Alles pak ik bij hem. Niemand. Ja, en ik wacht lang in het ziekenhuis. En ik vertelde het zo, dat ook. En toen kreeg ik de naam, dat is die vrouw die zoveel bidt. Nou, ik zeg amen. Ja, precies. Dat is een mooie naam. En ik heb een mooi liedje gedaan. Ja. En dan doe ik weer een liedje voor de Heer. Ja. En die zing ik ook. Een liedje en de zoon, zelf gemaakt? Miguel die gaat spelen en die gaat ze zingen. Ja. Heel mooi. Oh. Dat doe ik wel. Stralen die hemel. Van hemel. Die scheinen zu dir, aber das kann auch von Jesus sein. Liebst du dann Jesus, ja, dann kommst du ihn. Steh nicht so drauf, riech da. Vergiss du, wenn du kannst, ja.
Deinen altes Leben. Wie kannst du, wenn du willst, ein neues Leben nehmen? Nehmen, nicht geben. Oh ja, okay. Ich bin 50 Jahre. Ja. Bij de Heer, zeg ik altijd. En dat is, dus dat is, zeg maar, 50 jaar geleden begonnen. Hoe is dat dan begonnen? Dat was een nene, Reinhard. Ja. Die kwam hier het woord brengen van, ja, God. Ja. He, en wij geloofden al, maar niet zo, hoe nou? Ja. We wisten niet hoe de vork in de steen zat. Ja, ik snap het, ja. Hij is wat. Hij kwam, een grote kampvuur, en ging prediken. Mm-hmm. Hij bracht het woord van onze lieve Heer. Mm-hmm. En wij allemaal rond het vuur. Nou, en dan iedereen die waren, vrouwen en mannen. Ik voelde dat iets bij mij was. Weet je, krijg ik. Ja. Ik zeg, oh Heer, als jij dat binden, laat me dat weten. Ik wil me ook bekeren. Ja. Zo. Ja. Nou, en die man sprak, als iemand hier is, voor de hart in Jezus geven en later naar voren komen. Ik keek me al om. We liepen de vrouwen, ook mannen, maar ik was ook erbij. Ja. 50 jaar geleden en ik ben bekeerd. Zo. Zo mooi. En dat was hier? Ja, dat was hier bij ons in de kerk. Dat was een andere kerk, die hebben nou een andere kerk gemaakt. Ja. En de Heer gaf mij een droom. Sorry. En die droom, die bestaat echt in de Bijbel. Als je dat leest, staat, ja, wij weten toch niks van een Bijbel, nee, of nee, lezen. Nee. Maar ik kreeg een mooie droom, meid. Vertel. Moet ik die vertellen? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik kreeg een droom, s'avonds. Nou, ik ging naar bed. En we waren altijd gewoon de Heer danken, ook onze lieve vrouw. Die ging nog voor Jezus, die tijd. Ja, wij, ja, weten dat niet allemaal. Nee. Maar ik weet dat God de baas is. Mm-hmm. En ik sliep in en toen zie ik op één keer een licht. En toen kwam Jezus met een hele witte jurk aan. En had hij een touw, drie knoden waren erin. Mm-hmm. Dat hangde zo. Ja. En had die voeten, die schoenen waren net, waren de tenen deur. Weet, ja, je die? Ja. Maar dan een leer, ja, had hij die aan. Die had hij aan. En boven op die twee voeten waren twee van die zulke gaten, mm-hmm, en een beetje bloed, niet veel. Mm-hmm. En hij deed zo. En de handen ook. Had, ja, hij dat ook zo? Ja. Aan de twee handen. Nou, en hij liet mijn, die toren, die waren van goud. Gingen die twee toren open. Ja. En hij liet mijn voor die toren los. En ik was op mijn knieën. Ja, en hij ging bij God, bij zijn vader. Ja. En de vader, die zat op een stoel, met zijn handen zo, en had hij elke vinger een ster met een beetje vuur, en een ster kwam uit die vingers, hiervoor. Ja. En dat heb ik allemaal gezien. Ik heb ze ook even verteld dat er samenkomst. Er waren heel veel mensen, dat moest, ja, ik doen. Ja. En ik keek dat zo. Nou, dan ging ik kruipen, dat ik daar voor de voeten bij Jezus kwam. En dan, alles viel op mij. Ik schaamde mijn eigen. En van alles en nog, ik zweette. Zo erg vond ik dat. En ik was zo en kruipen tot ik bij God kwam. En ik zag die stoelen allemaal van goud. En had hier een hand en hier op die stoel. En die was helemaal van goud, dat heb ik wel gezien. Hm. En toen had hij een jurk aan. En voeten, daar had hij koperen schoenen aan, van koper, mm-hmm, geen goud, koper, heb, ja, ik gezien. Ja. Zo. Ja. En ik keek dat zo, en ik keek op die schoenen, allemaal van koper zo, en op die jurk, allemaal strepen van goud. Nou heb ik gezegd, en mijn gedachte, nou moet ik toch zien wie dat is. Ik heb hem nooit gezien, God. Nee. Nou wil ik hem langzaam mijn hoofd boven om te kijken wie dat is. En er was wel niet hard wat hij deed. En hij hier ging mijn hoofd zo naar beneden. Ja. Hij wou niet hebben dat ik in het gezicht moet kijken. Dat wou God niet hebben. Dat heb ik gemerkt. Ik heb het twee keer geprobeerd.
maar niks. Ik heb, weet niet hoe die uitziet. Nou, ging bij Jezus, de zoon van hem. Ja. Daar ging ik heen. Toen zag ik die voeten. Die waren ze die spijker in gedaan heb. En zo lag, was die, die handen hier. Ja. En er was een druppeltje bloed hier. En hier ook. En ik dacht, nou moet ik hem hebben. Jezus had een hele witte jurk aan. Zo wit. Kan ik jou niet vertellen, zo wit. En een touw meer. En die was vast. En drie knoppen. Mm-hmm. Ik zag drie knoden. Ja. Zag ik het goed? Ja, knoppen. Ik dacht, ja. Wat zou dat dan betekenen? En mijn gedachten. En ik dacht, moet hij dan? Dan moet ik hem zien. Ja, ja. En ik wil zo, doe weer zo, om hem in de gezicht te kijken. Kreeg ik ook, niet erg, iets dat ik naar beneden viel. Ik weet niet hoe die twee uitzien, vader en zoon. Weet ik niet, ik kan ze ook niet beschrijven. Maar ik heb ze niet gezien. Want de vader, die ogen, was precies een harde zon dat je niet aan kan kijken. Zo was dat. En Jezus dezelfde. Nou, en toen heeft hij gezegd, mijn dochter, luister. Vertel dat voor iedereen in wat jij gezien hebt. Maar toen ik bij Jezus kwam daar, was die straat, die, waar ik loop, waar ik ging kruipen, allemaal goud. Diamant, goud. Zo mooi was dat. De grond was allemaal goud. Zo mooi, meid. Ik keek dat mijn ogen op uit. Ja. En toen, toen zei hij, kom. Hoort mijn dochter. Vertel dat in. Nou, de meesten hebben het dan in verteld. Voor de mensen daar, ook overal. En dan, als ik daar aan denk, geleden heb ik me laten dopen. Mm-hmm. Ik en mijn moeder en nog andere zusters en alles. Nou, en ik ben blij dat mijn kinderen, de meeste, dienen ook de Heer. Ja. Die meiden gaan zingen voor hem. Hè? Enkel met Paulus is steeds te bidden voor mijn Paulus en van mijn andere zoons nog. Ik heb maar één, dat is dan Stanley. Ja. Dat is een evangelist. Heb ik gekregen van hem. Maar die andere, de jongens dan, die geloven. Maar die doen er niet wat de Heer zegt. Kijk, mijn Paulus, dat is een gewoon gitarist. En iemand zei tegen mij, ja, dat is een ster. Ik zeg, nee. Ik wist niet wat zij bedoelt. Ja. Dat wist ik toch niet. Nee. Een ster, zeg, wat is dat dan? Hoe bedoel je dat? Ja, kind, weet je niet wat een ster is? Ja, die is in de hemel. Hoe kon zij te lachen? Ja. Dat moet ik zo vertellen, dat is zo. Ja. Ik zeg, een ster. Wat is, betekent toch een ster wat in de hemel is? Nee. Een ster dat in beroemdheden was. Ja. Weet je zo? Ja. Nou, toen heb ik gezegd, ja, maar ik wist het nog niet. Toen ik thuis kwam, heb ik weer nagevraagd. Ik weet er ook niet veel. Even kijken. Ja hoor, rustig aan. Oh, ik heb koffie gekregen. Hallo? Ja. Ik ben er steeds voor dat ze ook komen. Ja. En ik weet zeker dat onze Heer dat doet. Maar wat zouden ze dan moeten doen, wat ze nu niet doen? Bekeren. En hoe Paulus, die spelen in vreemde landen. Ja. Ja. Ik ben blij voor hem. Ja. Daar is hij trots op en hij wil dat graag. Ja. Nou, en dan laten we dat ook zo. Ja. Maar ik hoop dat onze Heer, dat hij de richting, de weg neemt van God naar. En hoe is die dan
die weg dan anders dan wat hij nu doet? Wat ja, hij, zeker. Maar in welk, wat moet hij dan anders doen? Paulus, dan kan hij spelen wat hij voor de mensen gaat hij spelen. Mm-hmm. Dan wil ik dan graag dat hij voor God speelt. Ja. Voor Jezus. Moet hij dan andere muziek spelen? Ja. Ah. Ja. Ja. Kijk, en bij een kampvier en zo, dan kan hij zijn eigen spelen ook nog wel doen. Ja. He, want die jongen die kan spelen, dat weet je wel, hè. Maar wanneer dat het is, de tijd is nog niet rijp, maar dat komt wel. Dan weet ik zeker dat er mijn kinderen komen. Ja. Paulus is ook heel bekend over de hele wereld, omdat hij zo'n goed mens is. Ja. Hij is een hele goede muzikant. Ja. Maar iedereen vindt hem, ik ook, hoe moet ik dat zeggen? Ja, bijna een heilige. Hij is zo'n goed mens. Ja. Ik heb nog nooit Paulus iets lelijks over iemand anders horen zeggen. Hij weet altijd aandacht te geven aan iedereen. Hij heeft altijd, hij moedigt iedereen aan. Hij is goed voor iedereen. Dus eigenlijk denk ik, als je God wilt dienen, denk ik zelf altijd, dan moet je eigenlijk zelf een goed voorbeeld zijn voor hoe je een goed mens kunt zijn. En hij is heel goed. Ja, en Paulus doet dat. Ja. Paulus laat dat zien. Dus ik vind eigenlijk... Ja, maar voor God is dat nog niet voldoende. Is niet voldoende, oké. Okay. Hij wil jouw hart. Ja. Dat is mijn... ja. Dat is mijn verlangen, gaat zo zeggen. Ah ja, ik denk misschien moeten mensen soms eerst een hele lange weg afleggen door hun leven. Met verschillende manieren. Ja, kijk, de Heer die dwingt niet. Nee. Een mens, dat dwingt hij niet. Nee. Hij laat gewoon. Maar als er zo'n klein beetje is in de hart, dan staat je ook de hand boven. Ja. Zet die lief. Niet die niet en die wel, nee. Dat is bij de mens wel. Maar de Heer zegt, iedereen die lief hebben. Yeah.
aber mit der Sorge von der Debenheit, die wurde noch. Delia. Vergesst du, wenn du kommst, deinen alten Leben, wie kannst du, wenn du willst, ein neues Leben nehmen? Fängst du mit Jesus an? Come on.